Dit filmpje is ter ondersteuning van een aantal voorinstellingen of presets die ik beschikbaar heb gemaakt op mijn website. En wat is een voorinstelling of een preset? Ik ga het gewoon presets noemen hoor. Um, wat is een preset? Een preset is eigenlijk gewoon een aantal instellingen aan de rechterkant die gewoon met één druk op de knop gedaan worden. Zo heb ik verschillende presets gemaakt, onder andere voor portretten. Ik heb er een drietal gemaakt met sepia-effecten. Ik heb er een aantal gemaakt voor landschappen. En ik heb een aantal presets gemaakt voor zwart-wit foto's. En die presets die heb ik dus gewoon voor iedereen gratis beschikbaar gesteld. En wil je die presets nou downloaden, dat is vrij eenvoudig. Je gaat gewoon naar de website en daar kun je ze downloaden. Als je naar beneden scrolt, dan zie je langzaamaan alle presets voorbij komen. En je ziet daar ook een knop staan om ze te downloaden. Uh, althans, dat zijn dan de presets in die categorie. En wil je ze allemaal hebben, dat is natuurlijk ook gewoon hartstikke goed mogelijk. Dan heb je daaronder een knop met Download alle presets. En als je dat bijvoorbeeld doet, dan zie je dat er een zip-bestand wordt gedownload. En dat kun je vervolgens openen in de map Downloads. En wanneer je daarop dubbel klikt, dan zie je dus al die presets tevoorschijn komen. Je selecteert ze gewoon met Ctrl A allemaal en ik sleep ze terug naar de map Downloads. En dan zie je in die map dat ze er allemaal staan en het zip-bestand dat kun je vervolgens weggooien. Nu is het dus belangrijk dat we die presets in Lightroom in gaan laden. En dat doe je in de ontwikkelmodule. Dan heb je aan de linkerkant voorinstellingen staan en daar staat een klein plusje bij. Wanneer je daarop klikt, dan heb je de mogelijkheid om voorstellingen te importeren. En dan heb je dus gewoon de keuze om één of meerdere gewoon te selecteren. Nou, ze stonden in de map downloads. Ik selecteer ze weer even allemaal. En ik druk gewoon op importeren. Lightroom gaat nu aan de slag. Er is op zich geen zandlopertje te zien in dit geval. Maar je ziet gewoon dat ze aan de linkerkant er op zich allemaal in één keer bij komen. En dat is dus eigenlijk gewoon het hele eieren eten. Moeilijker is het niet. Je kunt gewoon over de voorinstellingen heen. En dan zie je dus gewoon wat er eventueel zou gaan veranderen. Nou, niet iedere voorinstelling is voor iedere foto geschikt, maar als je er eentje hebt die je wel bevalt, dan klik je daarop en je ziet aan de rechterkant dat er dus gewoon al meteen instellingen worden gedaan die op de foto worden toegepast en dat kan je een hoop tijd besparen met bewerken. Bedenk wel, het is een voorinstelling. Dus wil dit zeggen dat je verder helemaal geen kennis meer van Lightroom hoeft te hebben? Nee, want stel dat er eigenlijk iets niet bevalt, dan is het altijd makkelijk om te weten wat er aan de rechterkant van de ontwikkelmodule gebeurt. En dat je daar gewoon nog aanpassingen kunt maken. En eventueel heb ik daar natuurlijk inmiddels ook al tientallen filmpjes over gemaakt. Download de presets dus gewoon gratis van mijn website. Ga ermee aan de slag. Heb je vragen, laat het me even weten en verder zou ik zeggen: dank voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.